Ik ben Thijs en in deze video laat ik je zien wat het belang is van winterbanden en zomerbanden, wanneer je deze moet wisselen, wat de airco-service is die Volkswagen biedt en de winter-zomercheck-service van Volkswagen. Onderin de video spring je makkelijk naar de voor jou meest relevante onderwerpen. Winterbanden zijn speciaal gemaakt voor betere rijprestaties tijdens winterse omstandigheden. Zo zijn ze gemaakt van een zachtere rubber samenstelling, waardoor de banden flexibeler zijn. Ook hebben winterbanden een grover profiel, voorzien van soepele lamellen die vastgrijpen op sneeuw en modder. Hierdoor heb je maximale grip. Dus als het buiten koud wordt, is het tijd om je zomerbanden te wisselen voor winterbanden. Als de gemiddelde temperatuur onder de 7 graden ligt, wil je je zomerbanden wisselen voor winterbanden. Meestal is dit rond oktober tot en met maart, april. Ik adviseer je dit tijdig in te plannen bij je Volkswagen dealer, omdat je nooit weet wanneer het weer in Nederland omslaat. Daarnaast raad ik je aan om je banden te wisselen bij een profieldiepte van 4 mm. Op dit punt vermindert namelijk je grip en rijcomfort al. En door er op tijd bij te zijn, rij je des te veiliger. Als je een noodstop moet maken, dan wil je zo snel mogelijk stilstaan. Nou, met winterbanden verkort je de remweg doordat het verse sneeuw en water beter afvoert dan zomerbanden. Hierdoor heb je meer grip op bijvoorbeeld bevroren wegen en scheelt het je dus al snel enkele meters, wat precies het verschil kan maken in zo'n noodsituatie. In sommige Europese landen zijn winterbanden verplicht. Check daarom vooraf altijd of dit verplicht is op jouw bestemming. Want rijd je zonder winterbanden in een van de verplichte landen, dan kan je aansprakelijk worden gesteld bij een aanrijding. Voorkom dit dus door je zomerbanden te wisselen voor winterbanden voordat je de grens overgaat. Op bepaalde bergwegen in het buitenland zijn sneeuwkettingen verplicht. Nou, waar dit verplicht is, wordt aangegeven met een verkeersbord. Welke je nodig hebt, is afhankelijk van de bandenmaat van je auto. En dit staat vermeld aan de zijkant van de band, maar je kunt het ook even navragen bij je Volkswagen dealer. Daarnaast ga je na of de kettingen geschikt zijn voor de voor- of achterwiel aangedreven auto's. Aan twee sneeuwkettingen heb je genoeg. De zon schijnt en de temperatuur stijgt. Tijd dus om je winterbanden te wisselen voor zomerbanden, zodat het je rijcomfort, veiligheid en grip op de weg verbetert. Zomerbanden neem je wanneer de temperatuur buiten gemiddeld boven de 7 graden is. Boven de 7 graden presteren ze namelijk het best. Dit komt doordat de samenstelling anders is. Het rubber is harder en het profiel heeft minder inkepingen ten opzichte van een winterband. Het voordeel hiervan is dat de remweg tijdens zomerse omstandigheden korter is, je meer grip en stuurcontrole hebt en brandstofvermindering. Ook voert het water beter af. Wil je weten of je airco het nog doet? Controleer het dan jaarlijks voor optimale prestatie. Tijdens de Volkswagen Airco Servicebeurt wordt het koude middel bijgevuld, bacteriën en schimmels verwijderd en de interieurfilters vervangen. Ook wordt de pollenfilter en de bediening gecontroleerd, een temperatuurmeting gedaan en een druk- en lektest. Dankzij de koude middel kan je airco goed functioneren. Maar door verlies en verdamping neemt dit jaarlijks af met zo'n 8 tot 10%. Hierdoor gaat je airco op den duur minder goed werken. Daarnaast hopen zich bacteriën en schimmels op in de verdamper van de airco, wat zorgt voor een muffe lucht. Dit wordt verwijderd uit de leidingen en het airco-systeem met een desinfectiebehandeling. Nou, afhankelijk van het type Volkswagen dat je hebt, geef je de airco elke 3 jaar een servicebeurt. Je weet dat je het nodig hebt als je airco er langer over doet om de auto goed koel te krijgen. En normaal gesproken hoor je na een minuut al een verschil te merken. Of als er muffe geurtjes uit de airco komen. Om je airco zelf goed te onderhouden, heb ik een paar tips die je op weg helpen. Gebruik je airco het hele jaar door. Zet tijdens de winter af en toe je airco aan. Hiermee houd je het systeem goed in conditie. En schakel je airco 5 minuten voordat je jouw bestemming bereikt uit. Dit geeft het koude middel de kans om op te drogen en ontstaan er geen nare luchtjes. En zet in de zomer na stilstand van je auto eerst alle ramen tijdelijk open, zodat de hete lucht direct kan ontsnappen. Hierdoor is de auto sneller koel en hoeft het minder hard te werken zodra het weer opstart. Tijdens de zomer- of wintercheckservice wordt je auto nagekeken op verschillende punten, zodat je Volkswagen op alles is voorbereid en in betrouwbare topconditie is. Met de zomer- of wintercheck wordt er op meerdere punten je auto gecontroleerd. Dit zijn onder andere je banden en remmen, licht en zicht, accu en dynamo, motor en vloeistoffen, onderstel en carrosserie. Daarnaast worden alle nodige vloeistoffen bijgevuld. En dit wordt altijd nagekeken
door ervaren servicemonteurs die precies weten waar ze op moeten letten en jouw Volkswagen als geen ander kennen. En daarbij krijg je 4 jaar reparatiegarantie. Dag en nacht gratis pechhulp, is er altijd vervangend vervoer beschikbaar en worden er altijd originele onderdelen gebruikt. In een andere video ga ik dieper in op het onderhouden van je Volkswagen en wat je daarin zelf kunt doen. Klik hier op het i'tje om hem te bekijken. Ik heb je nu alles verteld over winter versus zomerbanden en de airco-service van Volkswagen. Bedankt voor het kijken.